Vandaag ben ik niet meer aardig. Dat is een geintje. Nee, dat is een geintje. Like de video alleen als je aardig bent. Maar weet je wie echt niet aardig is? De inbrekers. Uit Break-in Story 1 en 2. En daarom ben ik vandaag ook niet aardig. Job, ik snap er niks van. Wat bedoel je? Ik ga een nieuw Roblox-account maken. Ik ben niet aardig. Is niet toegestaan? Ik ben niet zo aardig. Bestaat al. Ik ben soms aardig. Dat mag. Ik bedoel, die inbrekers zullen ook wel aardig zijn. Soms even een wachtwoordje. En daar gaan we. Maar wacht eens even. Zo ziet de inbreker uit het verhaal er niet uit. Er is werk aan de winkel. Het eerste wat we halen is het lichaam. Dan hebben we hier het welbekende pak. En daar hoort natuurlijk een broek bij. Of lopen ze in hun onderbroek? Volgens mij niet. En ook de details zijn super belangrijk. Wauw, dat is een duur strikje. 100 Robux. En wat is het allerbelangrijkste aan de skin? Dat is natuurlijk het masker. Maar dan nu het leukste moment. We voegen alles samen wat we er zojuist hebben bijgehaald. Het is gelukt. We hebben hem sprekend nagemaakt. Maar Job, allemaal leuk en aardig. Waarom doe je dit? Ik heb Break-in Story 2 nu een aantal keer gespeeld. Ik heb het normale einde gespeeld. Ik heb het duistere einde gespeeld. Maar nog niet het geheime einde. Is die er dan? Weet ik niet. Daar gaan we proberen achter te komen. Waarom schreeuw je? Het idee is dat ik wil kijken of ik de inbrekers en Scary Mary kan laten geloven dat ik bij ze hoor. En vandaar dat ik eruit zie als het is tijd om te spelen. En daar zit ik. Ik lijk er sprekend op. Maar ik ben wel een beetje zenuwachtig. Wat als Scary Mary door mijn vermomming heen kijkt en mij zometeen direct een lesje komt leren? En ik ga regelrecht naar boven toe. Want de inbrekers in dit spel zijn immers heel sterk. Maar laten we ook even de tijd nemen om te kijken of we hier misschien wat kunnen vinden. Hier nog een Robux. Hallo speler. Hij is bang. Altijd lekker. Zelfs als je een inbreker bent. Hey, daar is Uncle Pete. Maar geloven de slechterikken dat we bij ze horen? We gaan erachter komen. Ik hoor bij jullie. Jullie zijn mijn vrienden. Ze vallen mij niet aan. Oh my gosh, werkt het? Oh nee. Ik ben trouwens iets vergeten wat best wel stom is. Ze zien er in Break-in Story 2 anders uit dan in Break-in Story 1. Dus de skin die ik nu draag komt uit het vorige spel. En hier in deel 2 hebben ze een roos op hun masker. En is hun pak rood. Dat ben ik dus helemaal vergeten. Maar goed, het is tijd om iedereen te healen. Zodat wij de laatste slechterik kunnen verslaan. En we daarvoor een hoop muntjes krijgen van Uncle Pete. Kijk eens aan, die nemen we allemaal mee. Dan ga ik de keuken even in. Het is namelijk super belangrijk dat je alle laadjes opent voor mogelijke items die er liggen. Zoals een koekje. Appel, koekje. Ik ga trouwens niet voor het duister einde vandaag. Maar wat ik wel ga doen, is ik loop buiten. Omdat ik daar van alles zie liggen. Oh, voorzichtig. Het is een risico om naar buiten te gaan. Maar kijk wat we hebben gevonden. Superveel cola. Dat nemen we weer mee. Eigenlijk best wel raar als je erover nadenkt. De slechterik brengt cola naar de spelers. En dat is toevallig. De hond wil cola. Dus als wij de hond in ons team willen, dan moeten we straks daar een colaatje pakken. De slechterik versus de slechterikken. Oh, dit is zo raar om te zien. Blijf weg van Uncle Pete. Hij is aardig. Laat hem met rust. Hij is trouwens ook echt super sterk. Misschien moeten we de volgende keer als Uncle Pete spelen. Zouden de spelers dat dan geloven? Misschien denken ze dan dat we Robux uitdelen. Oké, we zijn nu echt super goed bezig, moet je zien. Zo goed dat we de eerste wave er nu alweer hebben opzitten. En ik ga er gelijk gebruik van maken. Ik pak een colaatje, want ik zie de hond nog nergens. En weet je wat ik ook doe? Ik haal er nog wat muntjes bij. We zijn een rijke slechterik. En we proberen heel de vending machine met cola leeg te krijgen. Zoveel mogelijk heb ik er nodig. En je denkt misschien dat ik overdrijf. Maar ik doe dat, zodat ik zo snel mogelijk de hond kan halen. Want een andere speler is er ook al naar op weg. Oh, het hondje ligt hier. Oké, ik geef hem de cola. Dus nu komt hij achter mij aan. Dat is perfect. Kom op. Oh, we zijn zo super snel. Oh, dit is zo schattig. De inbreker die het hondje meeneemt. We hebben hem nu officieel in ons team. Maar weet je nog dat in Break-in Story 1 de slechterikken pizza komen brengen? Precies. Misschien moeten we daar maar aan geloven. Dus we gaan naar buiten, want het weer is beter. Want ik zie daar verderop nog een pizza liggen. Die colaatjes die zijn trouwens heel duur. En ik slurp ze weg alsof het niks is. Maar dat doe ik omdat ik zo snel mogelijk weer binnen wil zijn. En moet je kijken. Nu lijk ik letterlijk op de inbreker uit Chapter 1. Oké, we drinken nog een colaatje. Oh nee, wat? Ik heb de pizza laten vallen. Nee! Ik ben de slechtste pizza bezorger ooit. Maar goed, we zijn nu lekker snel. Waar kan je trouwens nog meer naartoe in dit spel? Wat als je die kant daar oploopt? Dat is eigenlijk waar we vandaan komen, toch? Dus ik ben extra benieuwd wat we daar kunnen vinden. Oh nee, we kunnen niet terug. Oh nee, er komt weer wind. Nee! Ik haal er snel nog meer muntjes bij. En nu gaan we naar deze automaat met nog meer muntjes. En dan gaan we proberen een van de zeldzamere items te krijgen. Perfect. Kijk, dit hebben we nodig. Want ik wil natuurlijk wel proberen om zoveel mogelijk slechterikken te verslaan. Kom hier jij, wegwezen. Ah, nu gaat het vele malen sneller dan in het begin. Je zou bijna zeggen dat we echt bij de slechterikken horen als je kijkt hoe sterk we zijn. Oké, moet je opletten. We hebben weer de missie van Uncle Pete gehaald. Ik begin bijna te twijfelen. Misschien moeten we wel weer voor het duistere einde gaan. Ik bedoel, denk erover na. We doen ons immers voor als de slechterik. En dan kunnen we kijken of Scary Mary het echt gelooft. Oké, nu wordt het serieus best wel lastig. Maar nog niet lastig genoeg. Gelukkig heb ik nog superveel muntjes. En mijn favoriete vendingmachine is de middelste.
Ik heb hem helemaal leeggehaald. En we hebben superveel chips bij ons. Die eten we in één keer op. Oké, de tweede wave komt eraan. Dus we hebben nog maar heel even om te battelen. Kom op nou, kom op nou. Wegwezen. Als we namelijk de detective in ons team willen, dan kan dat alleen als we voor de derde wave de muis van Uncle Pete hebben gekregen. Dus hoe dom het misschien ook is, ik blijf hier letterlijk. Ook al gaat de poort dicht. Dat gaat me een heleboel energie kosten. Maar ik maak die keuze omdat ik het duistere einde nog een keer wil spelen. Als echte slechterik. Dus ik eet er weer wat koekjes bij. En daar gaan we. Oh, deze lijkt wel op mij. Deze ziet er sprekend hetzelfde uit. Oh nee, ik raak in de war. Ik weet bijna niet meer wie ik ben. Het nadeel is trouwens wel, als ik niet oppas, dan ga ik zometeen af. Maar zijn ook alle snoepautomaten leeg. En kan ik dus niets meer halen om mezelf mee te healen. Oké, we hebben er nog maar twee te verslaan. Dus dat betekent maar één ding. Dit is de allerlaatste. Kom op nou. Ja, het is gelukt. Oké, dan gaan we nu snel naar beneden toe. Maar ik moet wel de eerste zijn, anders krijg ik de muis niet. Heb ik de muis gekregen? Nee! Iemand anders was... Oh nee, hier is de muis. Jawel. Ik heb de muis gekregen. Oké, we gaan hier naar boven toe. Snel, snel. Nee, de ladder is er nog niet. Oké, ik heb een colaatje gehaald. Misschien dat we er met cola wel overheen kunnen springen. Oké, snel, snel, snel. Cola, cola. Oh, nee! Ach ja, geen detective voor ons. Maar misschien kunnen we de muis bewaren. En kunnen we Scary Mary er bang mee maken. Oh nee, dit is de laatste battle. Oh, dit is zo lastig. Het zijn er ook zoveel. Oh, de detective is er niet. Weten jullie waar je de ladder in dit spel kan vinden? Dan kan ik dat onthouden voor de volgende keer. Nee, Uncle Pete. Oh, er zijn nog maar twee spelers over. Weet je wat? Dit lijkt mij het juiste moment. Zou ik een bank kunnen maken met een muis? Ik heb een muis bij me. Jij bent bang voor een muis. Wacht even, hij mapt me niet. Dus dat is een goed... Oké, laat maar. Ik wou zeggen, dat is een goed teken. Maar we hebben hem in ieder geval. Oh nee, Scary Mary. Nou ja, we weten inmiddels wat er gaat gebeuren. Ik ben zo benieuwd of ik haar om de tuin kan leiden. Er is trouwens wel een voordeel. Ik heb nog superveel muntjes. Deze speler zegt ook, laten we de regenboogpizza halen. Dat lijkt mij een goed idee. Oh, eerst moeten we deze puzzels doen. Kijk, veel mensen weten het niet. Maar je kunt op de camera zien hoe ze Scary Larry weer tot leven wekken. Het is super creepy. Oké, we gaan er vandoor. Want volgens mij kunnen we hier naar binnen toe. Ja, inderdaad. En dan moeten we deze automaat leeghalen voor de sleutel. En met die sleutel kunnen we dan dit slot openen. En dan hebben we hier de regenboogpizza. Perfect. Deze die kan ik niet zelf eten. Maar ik kan het wel aan andere spelers geven. Hier, neem lekker een stukje. Het volgende wat we moeten doen is we moeten kijken of we een batterij kunnen vinden. Kom op, waar is de batterij? Oh, hier is een batterij, perfect. Die nemen we mee. En die andere speler daar heeft ook een batterij. Dus we hebben ze nu allebei. Hier jongens, neem nog snel een stukje regenboogpizza. Nu kan het nog, goed zo. Ik neem snel nog een aantal colaatjes. Ik heb de muis nog steeds. Want je ziet achter mij Scary Mary. En ik hoor bij haar. Hallo Scary Mary, ik heb deze losers met me meegenomen voor je. Je bent een indringer. Nee. Oh nee, het laatste stuk van de brug is ingestort. Er is dus geen weg meer terug. Oh. Kunnen we haar bang maken met een muis? We gaan erachter komen. Scary Mary, ik heb een muis. Oh. Ze loopt me letterlijk naar voren. Ik denk niet dat ze bang is. En ik denk ook niet dat ze me gelooft. Ah, het is niet gelukt. Maar ja, het kan dus komen omdat wij per ongeluk de skin gebruiken van Breaking Story 1. En dit is natuurlijk 2. Dus willen jullie dat ik hetzelfde probeer in Breaking Story 1? Of dat ik probeer mijn skin te updaten met hoe de inbrekers er in deel 2 uitzien? Reageer dan ja. Wacht, misschien kunnen we gewoon naar de overkant springen. Nee! Oh, maar gelukkig kom je wel terug. Oh nee, maar nu zit ik letterlijk in de lava. Dit was geen handig idee. Ouch! Oké, Scary Mary springt weer naar beneden. Oh nee! Wat als ik hier blijf staan? Oké, ik bedoel, je kunt alles proberen. Ik denk dat het tijd is om iedereen even te healen. Maar dat hangt er denk ik ook vanaf hoeveel leven je hebt. Als je minder leven hebt, ben je banger. Ik zal deze speler even healen. Ik ren weg van de lava met een muis in mijn hand. En dan moet je nagaan dat we Larry nog niet eens hebben gezien. Tijd voor de laatste draai. Kom op, kom op. Yes! Dus nu weet je echt hoe laat het is. Dus ik heal alle players nog even. Oh, nee. Gelukkig weten we al wat we moeten doen. En dat is gewoon zo snel mogelijk rennen. Ik vind die band ook zo grappig daar. Die hebben wel dezelfde outfit als ons. Maar deze lijken dus wel sprekend op ons. Oh, nee. Hey, ik weet even niet meer wie ik ben. Het is toch wel verwarrend om eruit te zien als de slechte Rick. Want hij gaat naar beneden met zijn hand. En hij gaat richting... 3, 2, 1... Scary Mary. En dat betekent nog meer spikes. Veel meer spikes. Dit is zo extreem lastig. Doe het niet. Doe het niet. Oh nee, dat betekent nog meer lava. En spikes ondertussen, wat het erger maakt. Tijd om weer iedereen te healen. Ik ben serieus een aardige slechterik. En de hand is er weer klaar voor. Dat betekent wel dat het nu extreem lastig gaat worden. Oh, wat gebeurt er? Dat betekent maar één ding. Nog meer lasers. Nou, dit is wel een goed teken, want wanneer dit gebeurt in het verhaal, dan hebben we hem echt bijna verslagen. Dit is trouwens ook het moment waarop de meeste spelers afgaan. Oh nee. Als die gooit, hebben wij weer een probleem. Hij gooit ze. Dat is wat ik bedoel. Nou ja, dit is in principe niet zo heel lastig. Niet als je het vergelijkt met Scary Larry. Maar ik hiel mezelf wel even. Dat is de hand die het laatste hartje van Scary Mary weghaalt. Let's go! Yes!
Ik ben blij. Maar toch ook weer niet zo, want er komt een ladder naar beneden. En Scary Mary, de schuldige achter dit alles, glimlacht. Dat ben ik trouwens. En gaat er vandoor. Maar hey, zie je het zo? We hebben het gehaald. Waar denken jullie dat Scary Mary naartoe rijdt? Laat het weten. Broekheffen? Ik hoop het niet. Ik moet zeggen, dit was best wel leuk. Hier hebben we Scary Larry, die er weer uitziet als zichzelf en niet meer als een robot. Best wel cool om hem van zo dichtbij te zien. Scary Larry, wil je een stukje pizza? Abonneer voor meer en adios.